Een beter moment om te winnen was er eigenlijk niet. De tweede Grand Prix zege van maximaal verstappen in de Formule 1 kwam als geroepen. Hopelijk is de Gifbeker nu leeg. Het is fijn dat ik eindelijk geen drama meer maak op zondag. Klonk het in het hete Sepang vrolijk uit de mond van de Nederlander. Zeven keer viel verstappen dit seizoen uit. Aan de ellende leek dit jaar maar geen eind te komen. Tot Sepang. Ik had aanvankelijk niet gedacht dat we hier konden winnen. Dat we snel zouden zijn. Was na kwalificatie echter wel duidelijk. Dat Raikkonen viel voor de start was een beetje een cadeautje. Dat was toch een concurrent minder. Vooral de manier waarop hij won, stemde voor stappen tot grote tevredenheid. Nadat ik Hamilton was gepasseerd, heb ik mijn eigen race gereden. Ik heb de hele race gecontroleerd, kon versnellen waar nodig. Het voelt extra bijzonder om hier te winnen, zeker na zo'n moeilijk seizoen. Deze zege komt op het perfecte moment. Grunder Verstappen. Verstappen kreeg de complimenten van Lewis Hamilton. Maximaal was vandaag gewoon sneller. Hij reed een geweldige race. Wij hadden de snelheid niet. Ik ben gelukkig wat uitgelopen in de 2K klassement. Maar er is voor ons wel werk aan de winkel, zei de Brit. Die zijn grote concurrent Sebastian Vettel van de laatste plaats zag oprukken naar de vierde plaats. Horner trots op Verstappen. Ook Red Bull aan Bas Christian Horner vond het geweldig voor Verstappen. Maximaal heeft zoveel pech gehad dit seizoen. Dit heeft hij echt verdiend. Het was een perfecte race van hem. En de beste manier om een nieuw decennium te beginnen. Vader JOS kon het naar de finish jumper droog houden. Deze race duurduren. Maximaal heeft de hele wedstrijd gedomineerd. Super, tof.